Ja, voor carnaval mag het nog even overslagen worden. Ja. Andere festivals, Koningsdag, allemaal prima, maar carnaval... Breda Nu. Je weet het meteen. De gemeente Breda heeft afgelopen week bekendgemaakt dat er plannen zijn voor een stadscamping. Wat betekent dat mensen het hele jaar lang kunnen kamperen in Breda. Wat vindt de Bredanaar hiervan? Een stadscamping. Nou, ik hou al helemaal niet van kamperen en dan een camping in een stad. Nee, een camping moet buiten de stad, vind ik. Ja, ik wist het eigenlijk nog niet, maar jij vindt het wel een goed idee op zich. Ja. Nou ja, ik ben wel van iedereen welkom. Maar ik denk wel als die camping er is, wat gaat dat betekenen voor de vroege uurtjes, voor de mensen die hier gewoon gezellig een beetje ronddarren? Ja, ik denk dat het eigenlijk wel prima is, want Breda die heeft zeg maar best wel veel toeristische dingen al. Dus ik denk dat de camping daar wel prima tussen zou passen. Ja, er zit in Kamer ook een hele mooie camping en er zijn er ook wel meerdere daar. Maar hier in Breda zou er ook wel zeker eentje kunnen komen. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook wel leuk om te kamperen. Ik had er eerlijk gezegd niks van gehoord, dus ik heb er niet echt een mening over. Stadscamping, ja, ik weet het niet. Nee, sorry. Dat lijkt me best wel een idee, weet je. Want je hebt nu tegenwoordig gewoon... Heel veel mensen komen naar Breda toe voor festivals. Zoals bijvoorbeeld op dat nieuwe Breepark. En dan heb je daar gewoon een slaapplek. Dus dan kunnen ook gewoon veel meer mensen naar Breda komen. Dan kunnen ze zien wat voor mooie stad we hebben. Dat zou ik doen. Heb je zelf ook eens met kamperen? Nou, ik ben meer een zeiler eigenlijk. We hebben een bootje. Daar kun je een tent op zetten en dan slaap je dan in. Dus wat dat betreft. Ik denk dat het een goed idee is. Ik zag laatst zoiets bij het strand. Hadden ze meter breed denk ik en een meter hoog. 3 meter diep. Dan kon je huren om te slapen. En ik denk dat het ongeveer net zo'n idee is. Tijdelijk. Weekendje misschien. 1 dag, 2 dagen. Denk je dat het een succes zou worden? Ik denk het wel. Ik denk dat best wel veel mensen daar interesse in zullen hebben. Omdat in Breda niet zeg maar bekend staat als een plek waar je vaak zou verblijven. Dus ik denk dat iets toeristisch zoals een camping hier wel goed tussen zou kunnen passen. Ben je blij dat het er nog niet is met carnaval? Ja, voor carnaval mag het nog even overslagen worden. Ja. Andere festivals, Koningsdag, allemaal prima. Maar carnaval, daar mag het nog even dicht blijven. Breda Nu. Je weet het meteen.